Ja. En deze, ik blijf erom lachen als ik erover nadenk, is dat we op een gegeven moment echt een enorme batch dark mails terugkregen, die we hadden uitgestuurd. En het bleek dat we ze hadden uitgestuurd aan lantaarnpalen. Nou, die openen geen mail, dus die kwamen allemaal terug. Dus zeker, zeker zijn er hilarische fouten gemaakt in de tijd. Hallo, ik ben Louise Doorn, founder en CEO van Hello Maas, marketing as a service. Welkom bij deze Hello Masters podcast, powered bij Hello Maas en Frank Watching. Vandaag wederom een nieuwe Hello Masters, wel episode 42. En vandaag spreken we met Marcel de Groot, de Chief Commercial Officer van Vodafone Ziggo. Welkom Marcel. Hey, goedemorgen. Ja, super fijn dat je er bent. In full disclosure ook super leuk weer je te zien, want we hebben ruim 15 jaar geleden samen bij Nuon aan een programma gewerkt om Nuon een flinke slag naar het online kanaal te maken. Ja. Hoe is het sindsdien met je gegaan? Het is hartstikke goed met me gegaan. Ik denk, dat was natuurlijk een hele leuke tijd, hè? De energiemarkt die open ging, nou, waar je op dit moment van zou kunnen zeggen, oh jee, hè, als je kijkt naar wat er met de energieprijs aan de hand is. Absoluut. Een hele mooie tijd geweest. Daarna ben ik naar Ponsse Automobielhandel gegaan, waar ik verantwoordelijk werd voor de groep voor marketing en CRM. Mm-hmm. Dat heeft niet zo heel lang geduurd, omdat ik denk ik binnen 6 maanden of zo werd weggehunt door Vodafone, waar een voormalige manager heen was gegaan en mij vroeg om mee te gaan. Dat heb ik lang afgehouden, maar na 9 maanden was het uiteindelijk toch zover en ben ik naar Vodafone gegaan. Ik denk de belangrijkste overweging voor mij om dat te doen was groei. En was het internationale aspect van Vodafone. En de ongelooflijke drive en power die er in dat bedrijf zit. En nou, die ambitie is ook uitgekomen. Hè. Ik heb daar 4 jaar ben ik eindverantwoordelijk geweest voor marketing, consumentenmarkt. En toen ben ik uiteindelijk naar Dublin in Ierland gegaan, waar ik in de directie toetrad van Vodafone Ierland. Eindverantwoordelijk voor de consumentendivisie. En na 4 jaar, wederom 4 jaar. En ben ik teruggekeerd naar Nederland, waar denk ik 11 maanden later de fusie gevormd werd met Vodafone Ziggo. En vanaf dat moment ben ik sta ik aan het roer van de consumentendivisie en Vodafone Ziggo. Ja, super. En wat omvat precies de CCO-positie? Welke competenties vallen onder jouw verantwoordelijkheid? Ja, uiteraard marketing. Hè. Dus marketing zit net in mijn remit. Maar ook sales. Wat betekent ook alle winkels die we hebben, maar ook de contactcenters waar gebeld wordt. Door-to-door activiteiten, maar naast sales ook digital, dus alles wat we met digital doen op app en web. Uiteraard brand marketing en brand en communicatie zit daarbij. Mm-hmm. Commercial management, gewoon de brede remit als het gaat om commercie voor de consumentenmarkt in Nederland. Ja, hoe groot is je team? Nou, mijn team is uit mijn hoofd 8 mensen. Ja. Ik denk dat wij direct staff uit mijn hoofd zo rond de 1400 zitten, indirect veel meer. Ja, ja, en de totale Vodafone Ziggo organisatie? Wij werken met ongeveer 7500 mensen in vaste dienst. En daarbij komt nog een flinke hoeveelheid mensen. En dat zijn FTE's trouwens, die ik net noem. Ja. Dus, en dan met alle aanpalende mensen die we inhuren. Ja, geven we werk aan vrij veel mensen, moet ik zeggen. Ja, 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 helder. Ja. Nee, eventjes, Vodafone Ziggo is natuurlijk een van de key providers van online toegang. En je bent zelf ook heel erg tech savvy en vindt het leuk. Uiteraard zit er ook wel een keerzijde aan online, hè, verslaving, vooral met jonge kinderen. Het gebruik van social media en vooral het hele verslavende effect daaraan. Hoe ga je daar zelf om met je eigen kinderen? Nou, dat is een goede vraag, want dat is wel iets wat ons echt bezighoudt. Want aan de ene kant is het natuurlijk hartstikke mooi hoe technologie de samenleving en mensen vooruit kan helpen. Maar tegelijkertijd zit er wel iets enorm immersives in en enorm verslavends als je daar niet goed mee omgaat. Ja. Dus wat ik met mijn eigen kinderen heb gedaan, hebben we toch wel een weloverwogen keuze gemaakt wanneer gaan we ze het geven. En als je vader doet wat hij doet, is het natuurlijk best wel moeilijk voor je kinderen om te begrijpen dat je niet de eerste bent die daar met een blinkende mobiel rondloopt. Ja. En ook wel gedurende de tijd, ze wonen nu op kamers en studeren, is allemaal goed gekomen. Maar ook tijdens de middelbare schooltijd ook wel echt afspraken gemaakt over het gebruik van de mobiel. En hoe ga je er bijvoorbeeld mee om als je moet voorbereiden op je examens, tentamens, et cetera. En gaat die mobiel mee naar boven? Ja, nee. Daarboven is nooit moeilijk over gedaan. Hè? Ja, weet je, als je
Het is net zoals je zegt dat je niet mag roken of dat je niet mag drinken. Ik denk dat als je dat gaat zeggen, dan gaan kinderen dat juist doen. Ja. Dus ik denk, we hebben wel ruimte gegeven. Maar wel ook voor, joh, ja, doe even normaal. Ga niet midden in de nacht met je telefoon in bed liggen. En we hebben wel echt bespreekbaar gemaakt over hoe belangrijk het is dat je dat met mate gebruikt en et cetera. Ja. Kijk, en als bedrijf denk ik dat wij onze verantwoordelijkheid best wel serieus nemen. Hè? Dus als het gaat om verslaving en goed voorlichten van kinderen. We hebben eigenlijk in twee zaken helpen we mensen. Twee verschillende stadia van het leven, zou ik maar zeggen. Eén, voor de ouderen proberen we ouderen te helpen om goed connected te blijven en mee te gaan in alles wat er speelt met de ouderen online. En voor de jeugd hebben we ook een programma, dat is een lagere schooljeugd, dat heet Online Masters. En het programma, dat geven wij zelf, hè, dus we gaan zelf naar klassen toe en leggen het uit aan kinderen. Dat zijn 5 modules, maar dat kunnen ook andere mensen doen. En het is een onwijs mooi programma waarbij we kinderen wegwijs maken van de mogelijkheden, de beperkingen, maar ook de gevaren van online. En een onderwerp als cyberbullying komen ook terug. En het programma is echt heel mooi. En ik ben er best wel trots op dat we dat gedaan hebben. En dat is groot, hè, want we hebben dit inmiddels al ruim 450.000 kinderen zijn door dit programma heen gegaan. Wow. Dus het is echt een thema voor ons om ervoor te zorgen dat we, ja, dat we in een vroeg stadium kinderen helpen van hoe ga je hier nou mee om. Maar ook voor mensen die later in hun leven zitten, om ervoor te zorgen dat ze connected blijven. Dus digital inclusion is voor ons een ontzettend belangrijk thema. Ja, helder. Hey, en als mensen daar gebruik van willen maken, kunnen we dan heb je een link of opnemen in onze blog? Die weet ik natuurlijk niet uit mijn hoofd, maar die zullen we zorgen dat we die kunnen posten. Ja, hartstikke goed. Ja. Ik wil even kort switchen naar strategie voordat we wat dieper in marketing duiken. Ja, je kan natuurlijk met alle data, en daar hebben jullie natuurlijk er genoeg van, kan je natuurlijk van allerlei mooie dashboards maken. Maar wat is nou eigenlijk de one metric that matters op strategisch niveau voor jullie? Nou, ik denk uiteindelijk is klanttevredenheid en NPS een van onze belangrijkste KPI's. En natuurlijk kun je zeggen, ja, het gaat om omzet, het gaat om marktaandeel, het gaat om, in ons geval noemen we dat EBITDA of netto winst. Allemaal hele belangrijke KPI's voor je bedrijfsvoering. Dus het is niet zo dat er één ongelooflijk veel belangrijker is dan de andere. Mm-hmm. Maar de voorspellende waarde van klanttevredenheid hebben we vooral voor je net promoter score, die is ontzettend hoog. Dus dat moet je goed hebben. En als je klanttevredenheid, je net promoter score goed staat, denk ik dat je vanuit je marketing en salesoperatie de boel veel beter kunt voorspellen en kunt leiden. Ja, helder. Hey, maar ik vind het heel moeilijk om te zeggen dat er nou één belangrijk is. Ik zou zeggen, het belangrijkste dashboard met de echte performance indicators, waar we naar kijken, zijn de net promoter score, ook de consideration, hè, hoe kijken mensen naar jouw merk. Daar kijken we naar voor zowel gebruikers als niet-gebruikers. Mm-hmm. Die vinden we belangrijk. En uiteraard marktaandeel. Ja. En marktaandeel meten we op een paar verschillende manieren. Om te kijken, wat gebeurt er nou on the spot? En hoe beweegt het marktaandeel zich op omzet? Ja. En wat zijn daar de grote lijnen? En dan is het wel zo dat zo'n bedrijf zoals wij zijn, dat is wel een soort van olietanker. Dat is niet snel, zeker in een abonnementenbusiness. Zit daar wel swing in, maar dat gaat niet met tientallen procentpunten, zoals je dat in fast-moving consumer kan hebben. Ja. Als je een fout maakt. Dus dit is wel, omdat het subscription-based is, goed sturen. En daarom zijn metrics zoals net promoter score en consideration ontzettend belangrijk. Ja. Om een goede vinger aan de pols te houden. Gaat het goed met de dienstverlening, et cetera? Ja, helder. Ja. Hey, net als energie, hè, is online eigenlijk nu ook een soort een utility, hè, eigenlijk het nieuwe kraanwater. Wat zeg je nou? In hoeverre kiest de klant bewust voor Vodafone Ziggo? Want er zijn natuurlijk allerlei concurrenten, vooral op prijs wordt er natuurlijk gestunt met allerlei clubjes. Dus in hoeverre zeg maar, is die keuze heel bewust voor het merk? Nou, ik denk niet dat het een commodity is. Ik denk wel dat het qua belang heel hoog op de verlangenlijst staat. En inderdaad, energie, je kan niet zonder, water, je kan niet zonder, en ook internet, je kan niet zonder. Hè. Dus ze zeggen niet voor niks dat als je naar de piramide van Maslow kijkt en je laat kinderen die tekenen, zetten ze onderaan wifi. Ja, precies. En in die zin begrijp ik het wel, maar ik denk dat het is geen low interest category. Het is een categorie waar mensen mee bezig zijn. Als het gaat om mobiele telefoons, de aantrekkingskracht van mobiele telefoons, en de nieuwe telefoons die komen, en
En wat daar, wat je daarmee kan doen en hoe mensen in de rij staan om weer het laatste model te krijgen. Ja. Dat is op mobiel en dan het gebruik. En als je kijkt naar vast, zeker als het gaat om het genieten en het gebruik van content, ja, dat is natuurlijk absoluut geen low interest category. Nee. Dus als je kijkt wat je kunt doen met een goede ervaring op jouw televisie, met bijvoorbeeld een voice remote waar je tegen kunt praten. Je kunt zeggen, ik wil naar dit programma, ik wil graag Homeland kijken, ik wil naar Ziggo Sport. Nou, maar Ziggo Sport te nemen, hè, met alle verschillende rechten die we daar binnen hebben. Ja. Dat is geen low interest category, dat vinden mensen mooi. Ja. En dat goed vermarkten, dat is denk ik... Dus wat wij zeggen, hè, de purpose van ons bedrijf is ook plezier en vooruitgang met elke verbinding. Mm-hmm. Plezier heel erg gericht op de prachtige content die we bieden. Ja. Maar vooral ook... Dat je je content kunt gebruiken anytime, anywhere, anyplace. Hè? Dus dat je altijd, of het nou op je tablet is, of het op je mobiele telefoon is in de trein. Ik reed laatst terug van een vakantie. Zat mijn vrouw Formule 1 te kijken op de stoel naast mij. Op Ziggo Go. Ja. Dat zijn echt hele relevante dingen. En dat is dan plezier. En de vooruitgang is echt wel dat je met technologie de samenleving, maar ook mensen vooruit kunt brengen. Op manieren die anders niet mogelijk waren geweest. En als je nadenkt over de COVID-periode en hoe belangrijk de telecommunicatie-infrastructuur is geweest voor ons als Nederlanders. Opeens gingen we werken op plekken dat je niet eens wist dat je daar kon werken of dat je daar moest werken. Ja. Kinderen gingen thuis online les krijgen, studenten hadden online les. We moesten allemaal, in ieder geval heel veel bedrijven, niet allemaal, maar heel veel bedrijven gingen thuis werken. Ja. En de vooruitgang die dat heeft gebracht. In die periode, maar ook daaromheen. Hè? Maar ik denk dat je nog wat meer terug werd geworpen op, oh ja, hoe belangrijk is dat eigenlijk? Ja, absoluut, absoluut. Ja, en elke verbinding, hè, dus plezier en vooruitgang met elke verbinding. Met elke verbinding natuurlijk de fysieke verbinding. Hè, dus de verbinding die je hebt met ons netwerk. Hetzij over onze kabelnetwerk, hetzij over ons 5G-netwerk. Ja. Maar ook de verbinding die onze medewerkers maken met mensen. De medewerkers die thuiskomen. Om dingen aan te leggen, om storingen te verhelpen. De verbinding die mensen leggen op het moment dat je in een winkel komt. Of als je contact hebt met een callcenter. Dus een hele rijke content, denk ik. Dus ik zou zeker niet zeggen dat wij een commodity zijn. Nee. Maar wel een hele belangrijke speel in de samenleving. Om dingen te laten gebeuren en mogelijk te maken. En dan drijven van veel technologie. Ja. En ik denk zonder mobiele technologie. Als je kijkt wat er op dit moment allemaal gebeurt in de samenleving. En dat je taxis kunt bestellen met je telefoon. Dat je restaurants kunt bestellen. Eten. Niet normaal, joh. Dat was allemaal niet mogelijk geweest zonder de rollout van sterke netwerken die zich ook constant blijven ontwikkelen. Ja, helder. En hoe blijf je dan innovatief in zo'n snel veranderend landschap? Want jullie hebben natuurlijk een hele brede portfolio van diensten die je levert. Ja. Over de as van content, toegang en verbinding. Ja. In Amerika zie je ook veel van die triple players. Hoe zie je dat eigenlijk in het Europese landschap? Of zie je als concurrentie, maar misschien ook als inspiratie? Ja, kijk, hoe blijf je innovatief? Dat is in onze branche niet heel moeilijk, want de ene naar de andere innovatie dient zich aan. Hè? Ja. Dus je hebt 3G nog niet uitgerold of 4G nog op de door. En nu hebben we alweer 5G, waar Nederland niet als Europese koploper is. Want je bijvoorbeeld in Duitsland zo heb je daar al snelheden die ongelooflijk veel hoger liggen dan die wij meemaken. Ja. Dus innovatie zit in het systeem van de industrie. Mm-hmm. Dus dat is het als eerste. En ik denk dat je, die belangrijkste concurrenten zijn niet je directe concurrenten, denk ik. Het concurrerende speelveld is veel groter. Dus het feit dat je over de top players hebt, hè, belangrijke die we allemaal kennen zijn natuurlijk Netflix. Je hebt natuurlijk Disney, je hebt een prachtig Nederlands initiatief genaamd Videoland. En nu komt dan weer Fireplay erachteraan. Heel veel nieuwe manieren van kijken en gebruiken van content. Ja, dat is aan de ene kant concurrentie. En aan de andere kant moet je weer samenwerken. Omdat je dat op jouw eigen netwerk al dan niet je eigen set-up-box aanbiedt. Zodat je klanten goede ervaring hebben. Ik denk als het gaat om het verbeteren van je platformen waarop je aanbiedt. Hè, zodat je je content op iedere plek, op iedere device kunt gebruiken waar je maar wilt. Ja. Ja, daar zit ook een enorme ontwikkeling in. Vroeger had je natuurlijk je boxje en een harddisk waar jij je opnames op had.
ja, als je ziet hoe dat zich nu ontwikkelt, hoe dat allemaal in de cloud staat, dat jij dezelfde content kunt benaderen vanaf je, ik zei het net al, vanaf je telefoon, vanaf je laptop, je computer, waar je ook maar bent, is natuurlijk waanzinnig. Ja, zeker waanzinnig. En dat je, zeker ook in het gebruiksgemak, dat je nu de video, of dat je nu voice remote controls hebt, waar je daadwerkelijk ergens kunt zeggen, nou, ik wil Homeland zien, of ik wil naar Ziggo Sport. We hebben een grapje aangebracht. Als je naar Koekoek roept, kom je in Ziggo Sport. Dus zie het de Vos, hè? Wat hij natuurlijk altijd zegt in die programma. Ja. Maar ongelooflijk rijkere experience die je kunt bieden met je platformen. Ja, dus dat staat nooit stil. Ja, als je, misschien nog een ander leuk voorbeeld, hè? Dus waar ik best wel trots op ben. We hebben natuurlijk, ik weet niet of je dat gezien hebt, maar we kunnen die link ook plaatsen. We hebben Tristan Bangma, hebben we, die is Paralympisch kampioen wielrennen, baanwielrennen. En we hebben hem eigenlijk gevraagd van, sta je open voor een pilot met het 5G-netwerk? Hij heeft 1% gezichtsvermogen, dus hij ziet niet zo heel veel. En hij fietst normaal gesproken, fietst hij met met iemand voorop om hem te guiden. En hij doet het meeste van het wielrennen. En we hebben een fiets omgebouwd. Met een helm met 8D audio. En die fiets allerlei sensoren, zoals een zelfrijdende auto. Wow. Die hebben vertaald naar 8D audio files. En hij heeft zelfstandig kunnen fietsen op een indoorbaan. Wauw. Echt onvoorstelbaar. Misschien word ik wel de eerste slechtziende wielrenner die door middel van het 5G-netwerk solo aan een baanwedstrijd mee kan doen. Dat zou ik echt fantastisch vinden als dat kan. Als klein jongetje had ik altijd al de droom om topsporter te worden. Heel lang leek dat niet te kunnen. Ik heb een zichtsvermogen van 1%. Ik kan het vergelijken met dat je twee plastic zakjes over elkaar heen doet en voor je ogen houdt. Het is echt een soort van groot mistveld. Ik ben Tristan Bangma. In het dagelijks leven ben ik topsporter, ik ben tandemwielrenner. Toen mijn ogen minder werden, ben ik samen met mijn vader naar een oplossing gaan zoeken. Toen kwamen we bij oud-wereld- en Paralympisch kampioen Jan Mulder terecht. En die zei gelijk, ik heb 10 tandems in het hok hangen. Jullie mogen wel 1-3 maanden proberen. We waren eigenlijk na de eerste rit al verkocht van, dit is het, we kunnen gewoon verder. Maar toen had jij op een gegeven moment wel zoiets van, nu wil ik meer. Het ziet er heel goed uit voor het Nederlandse duo. De nieuw Paralympisch record. In totaal 11 WK-medailles, 10 Nederlandse titels. Gouden medaille, vorig jaar wereldkampioen geworden op de weg. Maar of ik ooit solo kan fietsen? Dat zou ik echt fantastisch vinden als dat kan. Een van de grote vraagtekens eigenlijk ook voor Tristan is van hoe is het nou fietsen zonder een piloot? En de grote uitdaging is dus om samen met Vodafone en een 5G-netwerk dat blinde vertrouwen weer neer te zetten. Slechtzienden zijn heel goed om de locatie van object te bepalen aan de hand van audio. We hebben Tristan's fiets dus als startpunt genomen. Daar hebben we sensoren opgezet die om hem heen kunnen kijken. Met 5G kunnen we dus razendsnel die sensordata naar de cloud sturen. Daar wordt hij vertaald naar 8D audio. Dat stuurt dan via 5G weer terug naar Tristan. 5G is razendsnel en je kan je voorstellen als die sensoren iets detecteren, dat Tristan dat eigenlijk gelijk moet horen. En daarmee kan hij eigenlijk via zijn oren om zich heen kijken. Ik vind het hartstikke mooi om te zien dat we dit vandaag kunnen doen. Dit is een voorbeeld van een toepassing, maar zo kun je veel meer kritische toepassingen in de toekomst gaan doen dankzij 5G van Vodafone. Tristan, we zijn vandaag in Alkmaar. Hij gaat straks de baan op met de fiets, waar de sensoren op zitten. En straks krijg je een telefoon mee, een koptelefoon. En als je dan rond gaat fietsen, dan hoor je door middel van 8D audio, hoor je waar de mensen om jou heen zich op de baan bevinden. Dus als iemand dan achter je fietst, dan zul je dat ook echt zo horen door je koptelefoons. En op die manier kun je dus precies horen waar iedereen zit om je heen. Maar ik ben benieuwd. Ja, ik ook. Spannend.
die was super vet. Ik heb gewoon zelfstandig kunnen fietsen. Echt heel bijzonder om te ervaren, om zelf te sturen. Een droom die uitkomt, echt fantastisch. Het is door de lage latency van 5G, dus we proberen echt ook wel duidelijk te maken van, ja, wat kan je nou met die technologie? Hè? Ja. Want vroeger kon je misschien al denken, ja, waar gaat het nou heen? Je kan toch nu bellen en je kan sms'en. Maar dat je met 5G, vooral de snelheid van de verbinding nu, die is zo hoog, dat je dus iemand real-time, die eigenlijk niks ziet, kunt laten fietsen door 8D-audio alsnog weet waar hij is. Het is onvoorstelbaar. Het is gewoon zintuigen nabootsen. Ja. Het is gewoon zintuigen nabootsen. Ja, het is bizar. Joh. Ja, ja. En dat kon natuurlijk niet 5 tot 10 jaar geleden, omdat die netwerken een minder snelle verbinding hadden dan nu. Dus dan zie je ook daarom zeggen we ook, je kunt met mensen technologie en samenwerking vooruit helpen. Dit is natuurlijk een vrij extreme case. Hè? We kunnen niet opeens heel Nederland die met een handicap, de visuele handicap laten fietsen door de stad. Natuurlijk niet. Nee, maar het is laat wel zien dat technologie ons echt ook vooruit helpt als samenleving. Ontzettend gaaf. Helder. Ja. En nog een laatste vraagje over jullie strategieën. Want je hebt natuurlijk heel veel in je portfolio. Sales, marketing, customer service, direct, e-commerce. Hoe heb je zeg maar in je team die strategische samenwerking vormgegeven? Kun je iets vertellen over hoe je zeg maar cross-functioneel werkt? Ja. Dat kan ik zeker. Kijk, wat wij uiteindelijk doen is dat we kijken end-to-end. Hè? Dus dat betekent dat we van het begin van de klantervaring helemaal tot het eind van de klantervaring kijken we dwars door de keten heen. Ja. En dat betekent dat we samenwerken ook met onze customer service afdeling. Dat is onze aparte afdeling in onze directie. Maar in de manier hoe wij werken is dat niet belangrijk. Hè? Dus we hebben gezegd van bijvoorbeeld je wordt klant. Die ervaring van het onboarden tot en met je eerste rekening, daar is iemand verantwoordelijk voor. Iemand kijkt dwars door de keten heen. Hoe kan dat zo goed mogelijk zijn? En het is ook wel zo dat ik denk dat wij daar best nog wel een paar dingen te verbeteren hebben. Het is niet zo dat het allemaal koekenij is. Ik vind zelf dat wij best nog wel een paar stappen te zetten hebben op het verbeteren van onze processen en basisdienstverlening. En daarom denk ik ook dat vooral dat end-to-end werken en zorgen dat je iemand verantwoordelijk maakt niet voor een deeltje van een proces en niet voor een stukje in een silo. Maar het verantwoordelijk maakt voor jij zorgt ervoor en we spreken jou erop aan, we rekenen jou erop af als het goed gaat of niet goed gaat. Dat is denk ik de manier hoe we dat doen en we zijn er nog een grote stap aan het zetten. Ja, helder. Dank. We gaan even door op marketing. Super gefeliciteerd. Hè? Jullie zijn winnaar van de Dutch Marketing Awards dit jaar. Wat maakt jullie marketing zo succesvol? Nou, ik denk wat wij bij die Marketing Awards gedaan hebben, de NEMA Marketing Award, we hebben een case ingediend en eigenlijk wel in het jaar van corona, om te laten zien hoe relevant wij zijn geweest voor de klant. En helemaal constant vanuit de R van relevantie hebben laten zien hoe we, en we hebben allerlei dingen aangestipt, zoals CSR, een paar van de onderwerpen die ik net al noemde, wat doen we voor jeugd, wat doen we voor ouderen, we hebben laten zien hoe we Nederland connected hebben laten blijven in tijden dat het echt nodig was. Hè. En ineens werd er zoveel meer gebruik gemaakt van de lijnen, van de verbindingen dan ooit tevoren. En hoe we dat op een relevante manier hebben kunnen laten zien aan onze klanten, dat is denk ik de kern geweest. Ja. Dus kortom, constant op klantinzicht. En vooral ook denk ik de stap gezet naar datagedreven marketing. En dat is een hele belangrijke. Dat wij weten natuurlijk met permissie, en dat benadruk ik, met permissie veel van onze klanten. Mm-hmm. Dus als de klanten dat goed vinden, kunnen wij met inzicht in kijkcijfers, de data die we over de mobiele dingen, over de mobiele as hebben. Dus wij kunnen heel veel relevante en getargete aanbiedingen doen aan klanten, waar klanten ook wat aan hebben. Dus dat is ook wat wij zeggen. Als jij permissie vraagt en je kunt je klant ook voordeel geven op basis van de permissie die je geeft, dan krijg je vertrouwen. Ja. En dan gaat dat cirkeltje draaien. En dat werkt echt. Ja,
En hoe ga je dan om met de cookieloze ontwikkelingen, zeg maar? Nou, het feit dat cookies natuurlijk op een andere manier via Google geregeld gaan worden. Heeft dat een grote impact op de manier waarop je je marketing bedrijft? Ja, natuurlijk heeft dat impact. Maar ik denk dat wij hebben heel veel first party data. Dus dat is eigenlijk onze eigen data die wij gebruiken. Ja. En in mindere mate, we gebruiken het wel. Maar ik denk, wij zijn... Ja, samen met al een aantal partijen zelf ook. Maar echt heel belangrijk met permissie, heel datarijk. Ja. Ja. Dus dan kan je zeg maar binnen je eigen ecosysteem kun je gewoon nog steeds hyperpersonaliseerd worden, mits er permissie is. En dan in principe het third-party stuk, dat komt dan te vervallen. Nou, niet te vervallen. Maar ik denk wel dat wij een goede balans hebben tussen wat wij van derden aan data gebruiken en inkopen. Ja. En wat wij zelf doen. En ik vind eerlijk gezegd, als je het zelf doet met de juiste permissie, is het veel krachtiger. Ja. Het vertrouwen wat daarin zit. En dat je dat waar je ook super zorgvuldig mee om moet gaan met je klanten. Ja. Dat is denk ik absoluut heel wezenlijk. Ja, helder. Hey, een groot deel van marketing is natuurlijk ook MarTech. Hè? Er zijn nu inmiddels meer dan 8000 MarTech tools. Een hoop startups zitten ook in dit space. Ja. Hoe selecteren jullie de juiste tools en hoe experimenteer je ook met nieuwe ontwikkelingen daarbinnen? Nou, kijk, wij hebben natuurlijk het voordeel dat we in dit geval twee parent companies hebben. Liberty Global en Vodafone Group. Mm-hmm. En dit soort dingen worden op mondiaal niveau uitontwikkeld en wordt naar oplossingen gezocht die het beste zijn. Dus wij krijgen echt het neusje van de zalm als het gaat om technologieën aangeleverd. En we kunnen ook nog eens een keer selecteren tussen de twee moeders welke technologie we kiezen. Yeah. En daar zijn we natuurlijk ongelooflijk blij mee. Dus er is heel veel support en dat is ook belangrijk, een belangrijk voordeel van, om uit te maken van een groot internationaal concern. Ja, helder, helder. Hey, jullie hebben veel sponsorship evenementen. Waren we ook veel bij event. Hè? Natuurlijk van concerten, sporten, allerlei andere zaken die natuurlijk tijdens COVID vaak niet mogelijk waren. Wat hebben jullie met je sponsorship budget gedaan? Hoe zet je dat nu anders in? Nou, kijk, als je het over sponsoring hebt, wat wij wel gezegd hebben, we're in this together. Mm-hmm. En wij hebben niet mensen het veel over de neus getrokken in de tijden van COVID. We hebben er echt voor gekozen dat wij een lange termijn een betrouwbare partner zijn. Mm-hmm. En dat betekent dat wij onze assets hebben doorgezet zoals we altijd zijn. En eerlijk gezegd is die manier van omgang en die partnership super belangrijk. Het is ook wel mooi om te weten dat wij vandaag wederom hebben aangekondigd dat we... We hebben aangekondigd dat we het partnership met Ajax hebben verlengd tot 2025. Mm, nice. Ja. Kijk, wij zijn natuurlijk met onze merken hebben wij geen gebrek aan naamsbekendheid. Mm-hmm. Dat is goed geregeld. Daar is veel in geïnvesteerd. Mm-hmm. En als het gaat om sponsorships zijn we niet heel erg op zoek naar het drijven van naamsbekendheid. We zijn echt op zoek naar sponsorships waarbij wij onze klanten toegang kunnen verlenen. En dat onze klanten kunnen genieten van de kracht van onze assets. En we hebben natuurlijk hele krachtige assets. Zijn de Ajax, waar wij een nieuw contract hebben uitonderhandeld, waar klanten vooral kunnen genieten van Ajax. Bij alle thuiswedstrijden een enorme hoeveelheid stoelen in het stadion. Mm. Maar ook bij de Ziggo Dome. En ook bij Mojo voor allerlei concerten door heel Nederland heen. Yeah. En de Park, wat gaat over gaming. Dat hebben wij nu samengebracht in ons nieuwe priority-programma. Sinds vorige week is dat live. Ongelooflijk veel animo voor. Het is echt superleuk om te zien hoe mooi dat land en hoeveel klanten al gekeken hebben naar priorities en ook al priorities hebben aangeschaft. Ja, het gaat hier niet om wij die constant kaartjes weggeven. Het gaat hier om wij bieden voorrang op onze assets. Dus je kunt kaarten kopen. Mm-hmm. Al dan niet met een beetje korting. Je hebt wel degelijk allerlei beursen. Je kunt bijvoorbeeld in de Ziggo Dome met een aparte ingang naar binnen. Je kunt bij Ajax met korting drankjes krijgen, merchandise krijgen. Prachtige voordelen. Maar vooral het feit dat je op zaken die normaal gesproken uitverkocht zijn, of waar je niet meer tussenkomt, dat wij voor onze klanten op grote schaal priorities beschikbaar hebben. Daar zijn we ongelooflijk trots op. Ja, ik kan me voorstellen. Maar dat gaat echt om honderdduizenden priorities op jaarbasis. Ja. Dus niet, en dan nog ga je zien, hè, als jij ergens heen wil,
ja, dan is het altijd het risico dat het is uitverkocht. Dus als je erbij wil zijn, dan moet je wel snel schakelen. Ja. Maar we hebben het wel geregeld en daar zijn we blij mee en trots op. En het grootste voordeel geven we daar aan klanten die zowel van Vodafone als Ziggo klant zijn. Ja. Dus een ongelooflijk mooie marketing tool, denk ik, voor de komende periode. Ja, absoluut, absoluut. Marketing is natuurlijk ook heel veel experimenteren. Hè? Dat gaat ook wel eens fout. Zijn er vakhaps of experimenten die heel anders verliepen dan je gehoopt had? Bij eentje was jij bij. En dat is namelijk in de tijd van nu al. Dat je ook wel ziet dat je in marketing, als je niet zorgvuldig bent, ook wel behoorlijke fouten kunt maken. Ja. En deze, ik blijf erom lachen als ik erover nadenk, is dat we op een gegeven moment echt een enorme batch direct mails terugkregen, die we hadden uitgestuurd. En het bleek dat we ze hadden uitgestuurd aan lantaarnpalen. Nou, die openen geen mail, dus die kwamen allemaal terug. Dus zeker zijn er hilarische fouten gemaakt in de tijd. Ik zeg ook dat ik het niet erg vind als wij fouten maken. Okay. Ik vind het ook prima, en helemaal in de huidige tijd, dat we steeds meer agile werken en dat we minder lagen in de organisatie hebben en mensen willen laten experimenteren en met AB testen of echt fouten maken en zeggen, joh, maar je moet van die fouten leren, je moet ze documenteren. Het belangrijkste is denk ik dat je de fout één keer maakt en niet twee keer. Mm-hmm. Een cultuur waarin het prima is om eens een keer een fout te maken, die is voor mij belangrijk. Ja, helder. Niet van angst, het moet altijd goed zijn. Natuurlijk wil je zoveel mogelijk met scherp schieten en wil je succesvol zijn. Maar als er fouten gemaakt worden, daar leer je als organisatie en als team ook heel erg van. Ja, helder. Hey, wij doen deze podcast samen met Frank Watching. Vooraf doen we ook altijd even een poll op LinkedIn. Om even aan mensen te vragen welke vraag moeten we jou stellen. Oh. En daar kwam uit dat ze wat meer willen weten over je marketingbudget en hoe je dat verdeelt over de verschillende kanalen. Kan je daar wat inzicht in geven? Dat wij een hoog marketingbudget hebben. We staan denk ik doorgaans in de top 3 grootste adverteerders van Nederland. Mm-hmm. Het is wel zo dat wij de bulk van ons marketingbudget niet meer de bovenlijn uitgeven. Dus ik denk dat wij de bulk uitgeven aan nieuwe media. Met name als je dat opnieuw kan noemen. Maar aan de digitale kanalen. En wij zetten natuurlijk, zoals ik net ook al aangaf, ook een flink deel van ons budget in sponsoring. En vooral de activatie van sponsoring om het relevant te maken voor onze klanten. Maar zeker niet meer het leeuwendeel van advertising naar tv en radio. We zijn heel behoudend met outdoor, omdat we gewoon vinden dat dat minder effectief is. Ja. We zijn heel scheutig als het gaat om het besteden van geld in mindlayers en activaties op het gebied van op digital. Bijvoorbeeld, het voorbeeld wat ik net gaf met Tristan Bankma, waar we ook een voorbeeld dat we twee dames Quatermain laten spelen in twee verschillende steden. De een in Amsterdam, de andere in Londen. En dat soort dingen, waarin je in kortere activaties van maximaal 2 minuten mensen laat zien hoe technologie kan helpen om samenleving vooruit te brengen. Dat vinden wij belangrijk en daar stoppen we ook behoorlijk budget in. Maar uiteraard is het zo dat we op merkniveau een goede balans kiezen, zodat we de consideration voor onze klanten en voor onze prospects op een niveau zetten waar we het willen hebben. Daar letten we het meest op. Ja, helder. Ja, weer terug naar die NPS waar je het eerder over had. Ja, en brand consideration. Ja. Van, neem ik dit merk, is de preference, is de consideration, dat zijn voor ons de kernkapjes om op te letten. Ja, dat is natuurlijk een proxy ook weer voor groei. Ja, ja, ja. Hey, we gaan even over marketingteams hebben. Altijd een vast onderwerp in de Hello Masters. Je hebt net al even uitgelegd hoe cross-functioneel je team werkt. Kun je iets meer delen over de cultuur? Wat je zoekt in de mensen die binnen je marketingorganisatie vooral zitten? Nou, als het gaat om cultuur, denk ik dat we, wat ik net al zei, we hebben eigenlijk alle lagen, zoveel mogelijk lagen uit de organisatie gehaald. We hadden op een gegeven moment de structuur dat er al 3-4 lagen zaten. En dat je gewoon gaat merken dat goede ideeën, ook bij jonge mensen die vers van de universiteit komen, die stranden dan op een M-4 of veel dieper hadden we het niet, of M-3 level. En dat willen we gewoon niet. We willen dat er geen patent is op goede ideeën en dat niet managers als filter werken. We willen zo'n plat mogelijk organisatiestructuur hebben, waarin mensen
op inhoud, waarde, intelligentie, drive, enthousiasme kunnen bijdragen. En het maakt mij niet uit hoeveel jaar ervaring je hebt. Als jij een fantastisch idee hebt, dan wil ik de ruimte bieden om zo'n idee tot wasdom te brengen. En dat zie je ook echt gebeuren. We hebben echt mensen die hartstikke vers van de universiteit komen, met ongelooflijk goede ideeën komen, om bijvoorbeeld met AI uit te zoeken welke productcombinatie, welke targeting we moeten doen op welke klant. En we testen dat dan. En uiteindelijk wordt dat de way of working. Het is onvoorstelbaar gaaf om te zien hoe innovatie gedreven wordt door mensen die juist met verse ideeën komen. En hoe minder je een organisatie hebt die werkt in hiërarchie, maar hoe meer je een organisatie hebt die plat is, waarin mensen van allerlei verschillende ervaringsniveaus in team zitten en dingen tot wasdom brengen. Ja, mm-hmm. Ik denk dat dat ook de reden is dat we Marketing Company of the Year zijn geworden. Dat leidt er echt toe dat je veel meer innovatie en veel meer drive hebt vanuit de organisatie. Ja. En dus het is niet zozeer seniority die leidend is. Hè? Nee. Of zelfs een afdeling die leidend is. Als jij een goed idee hebt, dan moet je dat gewoon moet je eigenlijk de opportunity hebben om dat te testen en naar de markt te kunnen brengen. Ja, helder. Hey, en wat biedt voor jong talent vooral? Hè? Want er is echt wel een war on talent. De laatste paar maanden vooral. Hè? Er zijn enorm veel vacatures bijgekomen in de marketingwereld. Ja. Trek je mensen aan en hoe behoud je ook mensen in je team? Ja, het is leuk dat je dat zegt. We hebben wel gisteren nog een review. En een van de dingen die op tafel kwam is dat wij de Best Employer Award hebben gewonnen op LinkedIn. Mm-hmm. Voor het attracten van young talent. Dus wij hebben een ontzettend goed programma, denk ik, voor mensen die net van de universiteit komen om bij ons te komen werken. En in dat programma wegwijzen raken in de wonderenwereld van Vodafone Ziggo. Drie verschillende divisies, afdelingen langs te gaan en uiteindelijk dan te kiezen om bij ons te komen werken. Ja, oké, helder. Hey, en is jouw... Dat programma, dat is echt super succesvol. Ja. Daar je moet je voorstellen dat we daar zo'n 40, 50 plekken doorgaans op beschikbaar hebben. Mm-hmm. En dat wordt, denk ik, een keer of 30 overschreven of zo. Wauw. Oké. Okay. Nee, meer nog. Nee. Ja, dat is niet normaal. Oké, helder. Ja. Nee, en dus je core is zeg maar gewoon je eigen team. Werk je ook met een flexibele laag daaromheen? Bijvoorbeeld met freelancers of met agencies? Ja, ik moet wel zeggen dat we daar kritisch op zijn. We hebben best wel veel in huis gebracht. Mm-hmm. Het gaat om media buying. Deden we dat al, maar ook online. We hebben dat eigenlijk volledig geïnsourced, omdat we meer dan groot genoeg zijn om dat zelf te kunnen en die competentie op te bouwen. Ik denk het erg belangrijk dat je dat zelf kan. Ja. Dat zou ik ieder bedrijf aanraden om dat te doen. En zorgen dat je dat beheerst en zorgen dat je de juiste MarTech en media buying stacks hebt om dat te doen. Dat is één. Mm-hmm. En ten tweede, ik ben even de vraag kwijt. Ja, we hadden het even over de flexibele laag. Dus je hebt veel... Ja, zeker. Ja. Ten tweede denk ik dat wij... Wij hadden echt een enorme hoeveelheid agencies waarmee wij zaken deden. Echt, ik durf gewoon niet te zeggen hoeveel het er waren. En dat hebben we uiteindelijk wel teruggebracht. We hebben een pitch gedaan. We hebben gezegd, we willen gewoon één lead agency hebben die in verschillende strengths dat uitzet. En daar een aantal voorkeursleveranciers in heeft. Die we van tevoren uit onderhandeld hebben. Dus waarmee we de factor van hoeveelheid agencies waarmee we samenwerken, denk ik door 30 hebben gedeeld of zo. Of niet nog, wow. Misschien wel meer. We hebben nu één lead agency. We hebben dingen in huis gebracht. We hebben een eigen studio die best wel veel dingen ook zelf doet. Ja. En die trend, denken wij, is belangrijk en goed. Dus ik geloof heel erg in de kwaliteit van goede bureaus. Mm-hmm. En we hebben een ontzettend goed bureau waar we trots op zijn en blij mee samenwerken. Ja. Maar wel wat meer regie en orchestratie als het gaat om de aansturen van alle subcontractors daarbinnen. Ja. En inderdaad het in huis brengen van dingen waarvan ik zeg, die moet je gewoon zelf kunnen. Ja, dus als ik jou zo dus een studio, dus media buying, including digital. Ja, ja. En hoe hou je dan, want ik had laatst ook een podcast met Albert Heijn, die hebben ook zo'n creatieve studio in huis gebracht. Ja. Hoe zorg je dan toch voor over tijd dat zeg maar de creativiteit en ook de frisse blik van buiten naar binnen nog komt? Door samen te werken. Kijk, het is niet zo. Ik geloof niet in dat je studio alleen maar... dat het alleen maar een intern ding kan zijn. Dus één willen de mensen die in zo'n studio werken dat niet. Hè? Dus je biedt, denk ik, er is nog voldoende interactie
met top-class agencies om ervoor te zorgen dat je elkaar challenged en dat je de dingen goed aan. Ja. Ja, helemaal op zichzelf dat soort dingen gaan doen, geloof ik niet in. Ja. De samenwerking met ja, zeg maar de best of the best als het gaat op in de bureauwereld, op strategie en creatie, samen met je eigen studio en met je eigen media buying is denk ik cruciaal. Ja, helder. En je moet ook één team vormen. Hè? Dus dat je, het is niet zo dat je hier een reclamebureau hebt en daar je studio en daar je media inkoop. Mm-hmm. Maar dat je zo'n kernteam vormt waarin je wekelijks met elkaar zit. En bekijkt wie wat doet en dat je daar goede afstemming over hebt. Want dat hebben we ook zo ingeregeld, moet ik zeggen. Ja, helder. En we gaan richting de afronding van onze podcast. Superveel goede content en goede ideeën. En we vinden het ook altijd fijn als je wat advies kan geven aan marketeers met veel ambitie. Om ook een loopbaan te kunnen krijgen die jij hebt gehad. Wat voor een advies zou je geven? Ik denk, een van de belangrijkste adviezen is probeer niet je carrière te plannen. Mm-hmm. En probeer niet te zeggen, op die datum, op dat jaar wil ik dat zijn. Blijf vooral doen wat je leuk vindt. En ga je drive en je ambitie achterna. Ik denk ook dat het belangrijk is om zeker in de eerste periode van je carrière regelmatig te switchen. En ervoor te zorgen dat je constant gechallenged wordt. Dat is mm-hmm. belangrijk. Ja. Dus wissel af en toe van werkgever. Dat gaat je helpen. Hoe meer keukens je gekeken hebt, hoe beter je uiteindelijk aan het eind van je carrière een beeld kan vormen op de wereld. Dus dat zou ik je zeker zeggen. Ja. Maar doe het en volg altijd wat je leuk vindt. Volg je hart. En ga geen dingen doen waarvan je denkt of iemand tegen je zegt, dit is goed voor je carrière. Je moet gewoon doen wat je zelf leuk vindt. Dat je zelf goed in je kracht blijft. En dan, ja, als je geluk hebt, komt het goed. En als je geen geluk hebt, dan niet. Ja, helder. Hey, waar haal je zelf je inspiratie vandaan? Nou, echt heel veel uit mensen. Ik vind het heel fijn om met mensen samen te werken. En te luisteren. En uiteraard klinkt heel afgezaagd, maar ook vanuit klanten. Ja. Goed te volgen wat er gebeurt. Dat doe ik veel. Ik lees verbatim uit onderzoeken. En denk ik uit technologie en wat er allemaal mogelijk is, zeker in onze wereld. Wat er mogelijk is en wat we met die mogelijkheden kunnen doen. En dat staat nooit stil. Dus het is net als je denkt, nou komt de routine. Gebeurt er weer iets waardoor je dat niet hebt. Dus voor mij is de constante verandering en de veranderende omgeving waarin wij werken, is enorm inspirerend. En zorgt ervoor dat ik nog jaren door kan gaan. Ja, absoluut. Never a dull moment. Ja. Nee, inderdaad. Nee, super Marcel. Hartelijk dank voor al je openheid. Ja. Veel succes met alle mooie initiatieven die je weer gaat deployen. Dankjewel voor je tijd. Ja, dankjewel. Jij ook. Yes.